Laten we de situatie bekijken waarbij een auto met een eenparige snelheid heen rijdt over een lange rechte weg, aan het einde omdraait en weer terugrijdt naar het beginpunt. Laten we zeggen dat we deze gegevens erbij krijgen. De automobilist rijdt heen met een snelheid van 8 meter per seconde. En de gemiddelde snelheid krijgen we ook over het hele traject heen en terug. En die blijkt 12 meter per seconde te zijn. De vraag zou dan kunnen zijn: bereken eens wat de. Snelheid is de snelheid is waarmee de automobilist terug heeft bewogen. Het antwoord wat je dan heel vaak hoort is het volgende: de automobilist zal dan terugrijden met 16 meter per seconde. Het klinkt natuurlijk heel logisch, maar het is niet goed. En dat het niet goed is, kun je jezelf als uh, snel duidelijk maken door even naar het vt-diagram te kijken en te bedenken dat de afgelegde weg gelijk is aan het oppervlak onder je vt-diagram. Vergelijk dit oppervlakjes met het oppervlak van de terugweg. En dan zul je direct zien dat het oppervlak van de terugweg veel groter is dan van de heenweg. En dat kan natuurlijk niet, want heen en terug moeten uiteindelijk evenveel meters zijn. Dus uh, het eerste idee wat je hebt dat uh, de gemiddelde snelheid altijd ligt tussen de heensnelheid en de snelheid waarmee je terug beweegt, die klopt dus niet. En dat heeft te maken met het volgende. Wanneer je terug beweegt met een hogere snelheid dan zul je automatisch er minder lang over doen om de weg terug te rijden. Dus de tweede rechthoek die zal minder breed zijn dan de eerste rechthoek. Ik heb het hier even geschetst. Hij is smaller. Hij zal ook wat hoger moeten zijn. We gaan in deze film uitrekenen hoe groot de snelheid is waarmee de auto terug heeft moeten rijden. En dat is net iets ingewikkelder dan dat je misschien op het eerste gezicht zou zeggen... Want ze hebben één gegeven niet gekregen, namelijk hoe lang de weg is. Dat vraagt net wat meer denkvermogen en net wat meer rekenwerk. Maar het gaat wel lukken. En om dat te doen moet je jezelf wel twee dingen eh, voorhouden. Namelijk dat natuurlijk, ik heb het net al gezegd, de afgelegde weg heen even groot is als de afgelegde weg terug. Ik heb het ook even in het diagram aangegeven. Eh, en dat houdt ook in. En dat is ook al gezegd dat de tijd die de auto erover doet om heen te rijden langer zal zijn dan de tijd die die erover doet om terug te rijden. Maar we hebben nog iets nodig. En de tweede regel die ook moet gelden is namelijk het volgende: dat de totale afstand die die auto aflegt, heen en terug samen, gelijk moet zijn aan de gemiddelde snelheid, maal de totale tijd dat die auto heeft gereden. Dat ziet er in formulevorm zo uit. Grafisch ziet dat er als volgt uit. Je ziet nu de twee gele blokken. Het oppervlak van die twee gele blokken samen moet even groot zijn als het oppervlak van dit blauwe blok. Dit blauwe rechthoek wat ik nu uh, heb getekend. Nu is dat niet, want het is een schets. Laten we eens kijken of we kunnen uitrekenen wat die snelheid dan is door gebruik te maken van deze twee condities. We gaan uh, een hele bekende formule nog erbij gebruiken. Dat is namelijk de formule dat uh, de aflegde weg gelijk is aan de snelheid maal... Uh, de tijdsduur bij een eenpaarige beweging. En dit gaan we eens invullen in de bovenste conditie. Want uh, de afstand die de auto heen heeft afgelegd, die weten we niet, maar die is wel gelijk aan 8, want dat is de snelheid, maal de tijd dat hij erover heeft gedaan om heen te rijden. En op de terugweg hetzelfde. De afstand is gelijk aan de snelheid waarmee hij terugrijdt, maal de tijdsduur die hij erover doet om terug te rijden. Dat is 1 omdat de afstand heen even groot is als de afstand terug, staat ook in die eerste conditie, kan ik ook het volgende zeggen. Dan kan ik namelijk zeggen dat de afstand heen dus gelijk is aan de helft van wat er aan de rechterkant staat. En dat ga ik ook meteen invullen, want ik weet natuurlijk de gemiddelde snelheid die heb ik gekregen, die is 12 en dan krijg ik de volgende regel. Die 8 maal delta TH moet gelijk zijn aan de helft van 12. Maal de totale tijd dat de auto erover gedaan heeft om heen en terug te rijden. Dat kan ik vereenvoudigen. Ik kan de haakjes wegwerken. Ik kan die half uh, ook wegwerken. En dan krijg ik deze regel. Nu kan ik natuurlijk die 6 maal th die aan de rechterkant staan, die kan ik naar links halen en dan hou ik deze regel over. Die kan ik ook nog vereenvoudigen door alles de te delen door 2. En dan krijg ik deze uh, slotregel. En hier staat eigenlijk het volgende: de auto doet er drie keer zo lang over om heen te rijden dan dat hij erover doet om terug te rijden. Nu zijn we al bijna met antwoord. We gaan eens even kijken wat we met die informatie kunnen. Dat was uh, deze regel. Uh, ja, als geldt dat de afgelegde weg gelijk is aan v maal delta t, en op de terugweg is die delta t drie keer zo klein, want dat hadden we net afgeleid, dan weet ik ook dat de snelheid waarmee de auto terugrijdt, drie keer zo groot moet zijn. Dus de snelheid waarmee de auto terugrijdt, is 24 meter per seconde. Dat kan ik ook in de grafiek uitzetten en dan zie je dus dat de tweede kolom inderdaad smaller is, maar een stuk hoger. Uh, maar dat nog steeds wel geldt dat het oppervlak van de rechter uh, rechthoek even groot is als het oppervlak van de re linker rechthoek. De tweede is wat lastig om zo te zien, maar neem maar aan van mij dat het klopt. Uh, maar die twee oppervlakken samen, die zijn dus precies even groot als de rechthoek die gemaakt wordt door die V-gemiddellijn.